jongens. Joey, dankzij jullie en jouw muzikale matties is dit nummer na 66 jaar weer een hit geworden. Hoeveel kijkers, views hebben jullie inmiddels op deze filmpjes die jullie hebben gemaakt? Ja, we hebben twee filmpjes gemaakt op dit specifieke nummer. En ik denk dat we nu over de 3 miljoen views hebben gehad op die video's. Ongelooflijk. En kende je Doris al hiervoor en het nummer? Heel eerlijk, ik wist niet wie Doris hiervoor was. En het was gewoon een comment in de video van, hey, kunnen jullie twee motten doen? Want iemand stuurt de reactie online. Ja, precies. Want jullie doen dit al langer, hè? Dus jullie hebben jullie vragen wel eens van, goh, welk nummer zullen wij nu gaan doen? Ja. En toen stond daar dus in één keer Doris met twee motten tussen. Ja, ik was gewoon scrollen op TikTok. Zie je soms wel random dingetjes. Ik zag gewoon voorbij komen. Op een gegeven moment ik in de reacties, iemand zei... Dat is een beetje op je microfoon. Weet je. Ja. Oh, sorry. Ja. Iemand zei, kun je twee motten doen? En die reactie kreeg is van 1500 likes. En daardoor, want waarschijnlijk als niemand dat geliked had, had je er helemaal niet naar gekeken. Maar door al die likes dachten jullie van, wat is dat eigenlijk voor een nummer? Ja. En toen, Laron, wat dacht je toen je het nummer hoorde? Ik vond het eigenlijk wel een leuk deuntje. Ik vond het echt een leuk deuntje. Ja, precies. Het was echt het is een heel oud nummer. Ik kende het zelf helemaal niet eigenlijk. Maar op het moment dat ik het afspeelde, toen dacht ik eigenlijk van, wauw, dit is echt zo catchy. Hier moeten we wat mee doen. En daarmee hebben we een filmpje gemaakt. En er zit een doel.